Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik ben inmiddels weer terug van vakantie, of in ieder geval weer aan het werk. Ik ben niet weg geweest, dus terug van vakantie klinkt een beetje gek. Maar is natuurlijk wel zo. Ik heb heerlijk bijna 4 weken vakantie gehad. En eigenlijk ook bijna niks gedaan. Of in ieder geval, ik heb een membership zoals je wellicht weet. En daarvoor neem ik altijd met een volle maan en een donkere maan een podcast op. En die heb ik opgenomen met de volle maan. En online gezet natuurlijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik gedaan heb. En dat was echt een cadeau voor mezelf. Ik weet eigenlijk niet of ik dat heb verteld in de podcast voor de vakantie. Dus heb ik een aantal podcasts voor jullie opgenomen. Maar 4 weken vrij was echt... Dat heb ik mezelf cadeau gegeven. Ik heb mezelf een VA cadeau gegeven. Tenminste, voor mij voelt het echt als een cadeau. Dus mijn mail en allerlei randdingen konden gewoon doorlopen. Waardoor ik ook echt... Ja, vakantie had. Dat is voor het eerst in jaren dat ik het gevoel heb dat ik gewoon, ja, mijn werk eventjes, zoals dat je bij een werkgever werkt in loondienst, dat vroeger ook gewoon had gehad, dat ik de deur achter me dicht trok en een paar weken later, vaak was dat 2-3 weken later, weer terugkwam. En dat gevoel had ik nu ook weer, dus dat was zo fijn en ik vond het zo'n uitdaging omdat ik juist niet op vakantie ging. Ik ben gewoon thuis gebleven. Waarbij, ja, ik werk natuurlijk ook veel thuis. Op het moment zit ik in mijn praktijk. Maar ik werk veel thuis. Dus ja, ik dacht, oh, dat gaat echt heel... Ja, ik kan het er nog wel eens lastig mee gaan krijgen. Dat ik die neiging heb om mijn werk op te pakken. Of te denken, oh ja, inspiratie, ik ga nog even wat doen. Of oh ja, ik ga een podcast inspreken. Maar ik had het helemaal niet. Dus dat, ja... Gaf voor mij ook wel aan dat ik ook echt even toe was aan vakantie, aan niks, aan rust. Ik heb heel veel geslapen. Echt verbazingwekkend. Ik ging vaak om 9:30 naar bed en ik werd pas om 8:00 wakker. Nou, dat is voor mij echt uitzonderlijk, zoveel slapen. Maar ik ben zo fit ervan geworden. Zo ja, gewoon... Echt weer mijn batterij opgeladen. En ik had vanochtend mijn moeder nog aan de telefoon. En die zei van ja, misschien heb je helemaal niet het gevoel dat je vakantie hebt gehad. Dus nou, dat heb ik eigenlijk wel. Want op vakantie, als ik gewoon in mijn tentje slaap, dan slaap ik niet altijd fijn. Want dan ligt er weer een buurman in de tent naast ons te snurken. Of de matjes liggen niet lekker. Of er loopt een beestje om de tent heen. Of heb ik ook wel eens gehad. Jaren geleden... Stonden we in Noord-Frankrijk op een camping. Was op de terugweg naar huis. Dus hadden we nog een paar dagjes in Noord-Frankrijk. Geen aanrader, die camping. Ik weet ook niet eens meer precies waar het was. Maar daar stond in ieder geval een man die... ja, bijzonder was, laat ik het zo noemen. En die liep s'avonds met een zakmes... Of niet met een zakmes, met een zaklamp... om onze tent heen om te kijken wie we waren. Dus dat, nou ja, dat soort rare dingen hebben we al zoveel meegemaakt. Maar ja, dat heb ik thuis natuurlijk niet. Dus wat dat betreft ben ik echt lekker uitgerust. En ja, ook echt weer zin om te beginnen. Ik zit lekker in mijn praktijk. En mijn planning was om dat in de vakantie schoon te maken. Heb ik ook niet gedaan, dus dat ga ik straks even lekker doen. En voor de vakantie was ik er ook nog niet meer aan toegekomen. Ja, en voor de rest ga ik gewoon weer lekker beginnen. Ik heb er echt zin in. In de school, in mijn... Ja, het voelt een beetje als mijn nieuwe membership. Het is niet nieuw. Maar ik ga het... Ik heb het in een nieuw jasje gestoken. Daar heb ik in de vorige podcast over verteld. Daar starten we 7 augustus mee. Of 6 augustus. Nee, 7 augustus. Ik denk vandaag dat deze podcast online komt. Dus vandaag kan je je nog inschrijven. Anders kun je elke maand gewoon inschrijven. Want ik ga met thema's werken. En aankomende maand gaat het over manifesteren. Over creëren en scheppen. En afgelopen maand
heb ik in de community of in mijn membersclub heb ik het over heb ik het thema bezinning. Ja, hebben het over gehad. Ik zelf heb mezelf rust gegeven, bezinningstijd gegeven. Van hé, wat wil ik nou in mijn leven? Waar ben ik heel blij mee? Wat zou ik anders willen? Hoe voel ik me eigenlijk? En daar heb ik echt heel erg de tijd voor genomen. Op allerlei vlakken. En ik heb bijvoorbeeld mijn huis helemaal verbouwd. We hebben aan het begin van de vakantie onze slaapkamer opgeknapt. Ik kreeg een nieuw bed, dus ook gelijk even lekker geschilderd. En een nieuw kleurtje op de muur. En het witte gewoon even lekker weer wit gemaakt. Want ik geloof dat dat ook 10 jaar geleden was of zo. En ik heb de woonkamer veranderd. Dus daarin ook echt gevoeld, hey, ben ik nog blij in mijn huis? We hebben ontzettend veel naar de kringloop gebracht. Of weggegooid als het niet meer voor de kringloop goed was. Dus heel veel letterlijk opgeruimd in huis en ook in mijn lijf opgeruimd. Ik heb een kleikuur gedaan. Ik heb met planten gereisd. Ik heb mijn energetisch systeem opgeschoond. Ja, er is echt een. De zomer is eigenlijk helemaal geen tijd voor een schoonmaak. En zeker geen detox of dat soort dingen. Omdat je lichaam de warmte van. De warmte in de zomer. De energie, je lichaam heeft die energie nodig om de warmte te kunnen reguleren. Maar ja, nou was het nu niet heel erg warm. En voelde ik dat ik dat graag wilde doen. Dus ik heb het heel rustig aangedaan. Ik heb een hele korte kleikuur gedaan. En gewoon echt even mezelf een boost gegeven. En ja, zo heb ik dus ook met gewoon zakelijk wel bekeken van... Hey, waar word ik blij van? En Green Goddess is iets wat ik belichaam. Dus het is ook iets wat ik niet helemaal los kan zien van mezelf. Dus dat heb ik er natuurlijk in meegenomen. En zo ook dat ik graag met thema's... Ik werkte al... Eigenlijk voor mijn membership werkte ik al met thema's. Maar ik ga het nu nog groter neerzetten. Dat is het eigenlijk wat ik ga doen. Echt een masterclass over het thema geven. En hoe kan je nou jezelf... hierin meenemen. En bezinning, dat was de maand augustus... gaat vooraf aan de creatie... aan een manifestatie. En bezinning is heel goed om erbij stil te staan van welke zaadjes wil ik gaan planten. Het heeft ook met de donkere maan te maken als je kijkt in de fases van de maan en in de energie. Met echt het contact met je vrouwelijke scheppingskracht. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En het is heel belangrijk om eerst te gaan voelen wat wil ik. En dat betekent niet dat als je nu graag mee wil doen en je hebt dat niet gedaan, dat je dan niet mee kan doen. Want ik ga je daar natuurlijk in meenemen. En dit is niet een. Dit is een proces wat je elke dag eigenlijk kan doen. We scheppen elke dag. We creëren elke dag. Elk uur. Zonder scheppingskracht kan de aarde niet bestaan. Alleen wij mensen zijn een beetje verleerd hoe we daarmee moeten werken. Want we doen het allemaal. Dit nu, deze podcast, is ook een creatie, een schepping. Maar hoe je het dan daadwerkelijk, je verlangens, de dingen die je graag wilt, hoe je graag wil voelen, hoe je dat daadwerkelijk neerzet voor jezelf en inzicht krijgt in de ruis die daar overheen gaat, want daar zit vaak een hele grote sluier aan ruis overheen met alles wat we niet willen. Want we kunnen heel goed manifesteren, maar over het algemeen praten we in taal, in de woorden die we zeggen in ons hoofd tegen onszelf of in de buitenwereld, over de dingen die we niet willen. En dan krijg je dat. Dan krijg je wat je niet wil. Dan krijg je alleen maar meer van wat je niet wil. Dus er zit achter manifesteren zit een eigenlijk een hele bewustzijnsreis. Hoe je zelf in het leven staat. En hoe je communiceert naar buiten. Maar vooral met jezelf. Hoe de interne communicatie is. En echt gaan voelen en gaan afstemmen met je lichaam. Wat je graag wil.
wat je lichaam graag wil. Niet je hoofd, niet je ego. Want die zit er ook. En dat te gaan onderscheiden. Hey, wie wil dat? Wil mijn ego? Wil die een nieuw huis? Of wil ik gewoon heel graag een nieuw huis? Omdat ik me hier niet meer fijn voel. In dit huis. En nou ja, dat is wat ik de afgelopen zomer heb gedaan. Niet zozeer met een huis. Ik heb mijn huis lekker verbouwd. En ik woon prima waar ik woon. Ik vind het heerlijk. Maar het begint bij afstemmen en bij voelen wat je graag wil. En dat is best lastig. Want ik hoorde vanochtend nog, wat even een podcast op de fiets op. Er was ook, dat was met Marcel Messing. En die zei ook van, als ik aan mijn, je hebt allerlei universiteiten les gegeven. En hij zei ook, als ik aan mijn studenten vroeg, wat wil je worden? Dan noemde iedereen op directeur van dit of dat. Of nou ja, in ieder geval hoge functies in het bedrijfsleven. Maar dat is niet dat daar iets mee mis is natuurlijk. Maar het is een uiterlijk iets. En het gaat erom wat je wil zijn. Wie wil je zijn? Wie ben je? Dat je echt dieper contact maakt met jezelf. Want je bent misschien moeder, je bent misschien een vriendin of een vrouw van, je bent vriendin van je vriendinnen, je bent een dochter, je bent een kleindochter, je bent de functie die je hebt, ik ben therapeut, maar ik ben de therapeutenrol of de vrouw van Bartrol of de vriendin van mijn vriendinnenrol is een rol. En dat is niet per se wie ik ben. Ik ben die ik ben. Ik ben een vrouw die in verbinding is met zichzelf. Ik ben die groene godin. En hoe die groene godin naar buiten komt in al die verschillende rollen, dat is de uitwerking daarvan. Maar het begint bij jezelf gaan leren kennen. Die diepe, donkere krochten van jezelf is te gaan ontdekken. Waar we allemaal zo bang voor zijn. Om te gaan ontdekken wie je nou eigenlijk bent. Wat je hier misschien komt doen. En dat hoeven ook echt geen grote dingen te zijn. Als je hier komt om gewoon in harmonie te leven. Dan is dat nu op dit moment een hele klus. Want ik zeg wel gewoon in harmonie. Maar op dit moment is er weinig harmonie in de wereld. Dus om dat hier neer te zetten. Het klinkt heel simpel. Maar is echt wel een klusje. Voor mij is het. Heling brengen. Helen. Weer de verbinding met ieders eigen natuur laten maken. En daarin. Een wegwijzer zijn eigenlijk. En daarmee dien ik wel eerst zelf de verbinding met mijn eigen natuur te maken. Want ik kan niet iemand de weg wijzen als ik zelf de weg niet weet. En ik moet ineens denken. Het komt ineens naar me toe. Je moet ook de taal leren spreken van je lichaam. Je moet ook, of je moet niks natuurlijk, maar leren afstemmen op jezelf. Wat voor een taal spreekt mijn lichaam? En daar komen je pijn, de woorden die je uitspreekt. Klopt dat wel? Resoneert dat eigenlijk wel met je verlangen? Als je bijvoorbeeld harmonie wil, laat ik dat even als voorbeeld nemen. Maar je spreekt, ik ga hem nu een beetje uit elkaar trekken, een beetje vergroten, zodat het helderder wordt. Want het zit in heel veel nuances altijd. Maar je wilt harmonie. En op dit moment, in deze hele corona gebeuren, wat helemaal niks meer met corona te maken heeft, maar met hele andere zaken. Maar laat ik het toch maar even gewoon het hele corona gebeuren. Noem maar, dan weet iedereen wel waar ik het over heb. Daar zit je nog in strijd, want je neigt naar, je zit tussen twee kampen in. Ik noem maar even wat. Maar jouw doel hier op de wereld
is harmonie brengen. Dan zal je eerst zelf in harmonie moeten komen met alle facetten die er zijn. Elke kamp die er is, alles wat er is. En als je volledig in de neutraliteit bent, volledig in harmonie met jezelf bent, dan kan je dat ook doorgaan geven aan de rest van de wereld. Of aan een selectief stukje van de wereld. En selectief bedoel ik dan, jij luistert nu ook naar mijn podcast. Maar het is echt niet dat alle 7 miljard mensen naar mijn podcast luisteren. Dus dat bedoel ik met selectief. Je hoeft niet de hele wereld op je schouders te nemen. Doe dat alsjeblieft niet. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat je eerst jezelf, je eigen pad moet lopen. En eerst helemaal in verbinding met jezelf mag komen. En het betekent tegelijkertijd niet dat je eerst helemaal met jezelf in verbinding moet komen voordat je dingen kan doorgeven. Want dit is natuurlijk mijn werk. Ik breng mensen weer in verbinding met hun eigen natuur. En tegelijkertijd is het ook mijn reis. Alleen heb ik al wat stapjes verder gemaakt hierin, dus kan ik mensen al in meenemen. Maar mijn eigen reis is nog lang niet klaar. Want als dat zo is, dan zou ik hier niet meer zijn. Want we groeien elke dag. En we stoppen pas met groeien als we doodgaan. Elke plant groeit elke dag. En op het moment dat hij niet meer groeit, gaat hij dood. Dus hou jezelf ook niet voor de gek dat je alles moet weten en alles moet kunnen voordat je het door kan geven. En je hoeft het ook helemaal niet door te geven in een bedrijf zijnde, dat je je eigen bedrijf moet beginnen. Maar je kan het ook al gewoon doorgeven aan je kinderen. En aan de vriendjes en vriendinnetjes die daarvan binnenkomen. Of aan je collega's. Of aan je vrienden. Aan degene die het willen horen. Het was helemaal niet de bedoeling om hier de podcast over op te nemen eigenlijk. Maar goed, dat zo loopt het soms. En weer naar je eigen taal gaan luisteren. Naar je eigen natuur. Dat is wat ik doe. Luisteren naar wat je uitspreekt. Luisteren naar wat je lichaam je te vertellen heeft. Want we vinden vaak heel veel van ons lichaam. We vinden heel veel van het uiterlijk. Maar we vinden ook heel veel van ons pijn. We hebben vaak last van ons lichaam. We hebben last van onze menstruatie. We hebben last van PMS. We hebben last van weet ik veel wat. Maar de pijn is een allerlaatste middel van je lichaam om met je te communiceren. Die pijn gaat steeds heftiger worden als je er niet naar luistert. En niet naar handelt. Maar als je gaat luisteren naar wat ze je te vertellen heeft, en dat is soms echt wel ingewikkeld, dat vraagt soms echt wel wat geduld van je en oefenen. En als je je best doet en je voelt weer pijn, dan kan het soms ook zijn dat je denkt, nou laat maar zitten, want dit gaat toch niet werken. Maar het is echt een reis ook om in harmonie met jezelf te komen. Harmonie is echt heel belangrijk. De eenheid is echt heel belangrijk om weer terug te gaan naar de eenheid. We komen allemaal uit de eenheid en die zijn we lang geleden kwijtgeraakt door een experiment. En we hebben allemaal een eigen vrije wil. En we kunnen allemaal kiezen om weer, of elk individu, om weer in verbinding te zijn, in harmonie, in eenheid te zijn met onszelf. Maar daarvoor is nodig om weer, je kan je voorstellen dat we nu niet in eenheid zijn. Dus als je je armen helemaal wijd uitstrekt, dan zitten je linker en je rechterhand heel ver bij elkaar vandaan. En om ze weer in de eenheid te brengen, in de namaste zeg maar, om je handen tegen elkaar te doen, daar moet je een afstand voor afleggen. En alles wat daartussen ligt, wordt eruit gedrukt. Alle energie, alle overtuigingen, alles wat je niet bent, alles wat je denkt te zijn maar niet bent, alle pijn,
alles ligt daartussen en dat wordt er op dit moment allemaal uitgedrukt, omdat we allemaal worden uitgenodigd om naar de eenheid toe te bewegen. Maar het is rete irritant dat alles wat er tussen ligt, dat wordt uitgedrukt. Dat is eigenlijk karma. Dat is al het karma wat we hebben opgebouwd. En je hoeft er eigenlijk niet zo heel veel meer mee. Het enige wat je ermee moet doen, is het aankijken. En kiezen voor wat anders. Maar daarvoor is het wel nodig om al die dingetjes aan te kijken. Om het los te laten, om het te helen, om je niet meer schuldig te voelen, niet meer onzeker te voelen, niet meer angstig te voelen. Ja, dat is eigenlijk wat ik doe. In het membership, in de school, om je hierin te helpen, in mijn 1-op-1 sessies, om je echt nog wat intensiever te helpen. Maar zeker ook online. Je kan al zoveel zelf en soms is het alleen eventjes nodig om even een wegwijzer te krijgen. En dan kan je weer een stapje verder. Kan je weer meer die verbinding met jezelf aangaan. Dus je bent meer dan welkom in de school. Het is €29,95 per maand. Je kan het gewoon per maand opzeggen. Elke maand heeft een thema. Deze keer is het dus manifesteren. Dus hoe manifesteer je wat je graag wil in plaats van wat je niet wil. En met manifesteren gaan we het niet zozeer hebben over een huis of een auto of materiële dingen. Dat mag uiteraard wel, hè. Maar meer over hoe manifesteer je nou geluk. En gezondheid. En hoe kun je naar de signalen luisteren van het leven die je worden gegeven. En hoe werkt het eigenlijk? Want we zijn zo verleerd hoe het allemaal werkt. En we willen het graag, als we denken, nou ik wil graag deze maand, ik noem maar even wat, €5.000 per maand verdienen. En het gebeurt niet. Dan zijn we teleurgesteld en boos en dan lukt het niet. Boos op het universum of boos op God of Jezus of wie dan ook. Maar het gaat erom dat je dan zelf iets hebt uitgestraald waardoor het niet naar je toe komt. En dat klinkt heel, ik vind het heel plat klinken. Maar er zit veel meer werk in dan eventjes een schietgebedje naar het universum toesturen en dan maar krijgen. Want dat is het ego die dat denkt. Het gaat er juist om dat je het in je lijf mag voelen. En er mag ook altijd een uitwisseling in zitten. Dus wat zit er voor de planeet in? Want als je alleen maar iets wil voor je eigen gewin, dan is er geen uitwisseling. En we leven hier in een ecologisch systeem. Dus er is altijd een uitwisseling nodig. En daar ga ik je helemaal in meenemen hoe je dat doet. Want het is echt niet dat je heel veel werk daarvoor moet doen. Alleen het gaat over over je mindset daarin en niet misbruik maken van dingen, maar gebruik maken. En dat jij eigenlijk als een co-creator, dat je jezelf als een co-creator ziet en dat we dat met z'n allen creëren. Zodat iedereen, de planeet, alle wezens die hier leven, er beter van worden. En dat is ook wat eigenlijk nu gaande is, als ik zo denk, over hoe bepaalde hele rijke mensen met de planeet omgaan en met de mensen omgaan, is dat er vooral over de rug van de planeet dingen voor elkaar gemaakt worden. Als je kijkt naar de ontbossing in Brazilië of dat gebeurt natuurlijk op wel meerdere plekken in de wereld. De olieproductie. Naar de hele economische staat waar we nu in zitten.
De aarde heeft het zo ontzettend zwaar op dit moment. Ze is ook aan het ascenderen naar de vijfde dimensie. Omdat als we hier langer doorgaan zoals ze doorgaan, de planeet gewoon vernietigd wordt. En dat laten we niet gebeuren. Dus gaat de aarde is aan het doorbewegen. Wij krijgen allemaal de keus of we ook mee willen doorbewegen. Maar dan moeten we wel aan onszelf werken. En wel al die vervuiling eigenlijk die in ons lijf zit. Dus al die belemmerende gedachten. Al die schuld en schaamte en angst. Dat uit ons systeem elimineren. Want we zijn goddelijk. We zijn goddelijke wezens. We verdienen het om gelukkig te zijn. Om gezond te zijn. Om heel te zijn. En we zijn zo afgescheiden van onze eigen goddelijkheid. Dat het gewoon weer tijd is om daar weer kennis mee te maken. En daar weer mee in harmonie te komen. En te gaan voelen wat je eigenlijk wil hier in dit leven. Wat je komt doen. En ja, dan kan je gaan scheppen. Dus dat gaan we in de notendop. In de maand september vanaf de donkere maan van 7 september tot de volgende donkere maan van 6 oktober uit mijn hoofd. In de school gaan we dat doen. Ik zal even opzoeken wanneer de volgende donkere maan is. 6 oktober. Dus tot 5 oktober gaan we dat doen. 6 oktober begint de nieuwe cyclus van oktober. Dus in de school, ik zal even een linkje in de show notes zetten. Wat ik al zei, het is €29,95 per maand. Voor nu, wellicht ga ik in de toekomst de prijs wat omhoog zetten. Maar voor nu is het gewoon €29,95 per maand. En je kan gewoon per maand in haken, uitchecken. Langer lid zijn. Je bent gewoon per maand lid en je kan het gewoon opzeggen wanneer je wil. Je zit nergens aan vast. Behalve dat ik eventjes wat tijd nodig heb om het aan de achterkant allemaal te regelen. Dus ik hanteer 3 dagen opzegtermijn. Als je er blij van wordt, kom maar lekker bij. We zijn al met een groep fantastische vrouwen. En ik heb er zin in. Dus mocht je nog vragen hebben, je kan altijd even een mailtje sturen naar mij of mijn team. Dan beantwoorden we die met liefde. Fijne dag. Doei doei.